Coronavaccinaties zijn nog volop beschikbaar. Maar halen we die boosterprik nog wel? De GGD heeft er nog haar handen vol aan. Ja, we zien eigenlijk nog steeds een hele goede opkomst. Ook vandaag zien we hier in Nijmegen dat eigenlijk alle afspraken slots gewoon vol zijn. Dus eigenlijk naar verwachting loopt het goed. En verder in het nieuws vandaag. Senioren zijn steeds vaker het slachtoffer van nepagenten. En succes van Herenboerderij in Els nu ook naar Nijmegen gebracht. Het is alweer zo'n 5 jaar geleden dat coronavirus COVID-19 de kop opstak. Het begin van een aantal pittige jaren waarin de wereld gebukt ging onder een pandemie. Inmiddels kunnen we er prima mee leven en zijn de meeste ziektegevallen zo erg niet meer. De langdurige coronazorg in ziekenhuizen wordt daarom nu ook afgebouwd en overgedragen aan huisartsen. Ondertussen vindt er bij de GGD weer een boosterprikronde plaats. Toch komen daar nog meer mensen op af dan je misschien zou denken. Ziekenhuizen in de regio Nijmegen schalen de langdurige zorg voor coronapatiënten af. Deze zorg wordt steeds meer overgedragen aan huisartsen die patiënten dichter bij huis kunnen begeleiden. Volgens de GGD is het een logische stap nu de pandemie beheersbaar is geworden. Toch blijven ze de drukte zien bij de huidige prikronde. Ja, we zien eigenlijk nog steeds een hele goede opkomst. Ook vandaag zien we hier in Nijmegen dat eigenlijk alle afspraken slots gewoon vol zijn. Dus eigenlijk naar verwachting loopt het goed. Ondanks de afschaling van coronazorg blijft de coronaprik belangrijk. Zeker voor kwetsbare groepen helpt de vaccinatie om ernstige ziekten te voorkomen en de druk op de zorg verder te verminderen. Arts Van Veen benadrukt dat de prik halen belangrijk is voor deze doelgroep. Wat we eigenlijk zien, die vaccinatie beschermt goed. We weten van vorig jaar kun je het zeggen, je geeft zo'n vaccinatie als preventie, je voorkomt ziekte. We zien dat mensen die vorige campagne de prik hebben genomen, de kans dat je in het ziekenhuis komt door corona over 70% afneemt. Dat is best spectaculair, dus je ziet echt dat de bescherming goed is. En zeker als je wat ouder bent of een kwetsbare gezondheid hebt, dan heb je gewoon meer kans om ernstig ziek te worden. Ja, dat voorkom je gewoon. Of het coronavirus helemaal verdwijnt? Van Veen denkt van niet. Ja, voorlopig helaas niet. We zijn vorig jaar officieel van een pandemische situatie, dus uit crisismodus gekomen naar endemisch. En dan zeggen we dat virus is bij ons, dat blijft ook bij ons. Dus we verwachten ook niet dat dit nog weggaat. We zien gelukkig wel dat de variant zoals die nu rondgaat, dat noemen we de Omicron variant, niet zo ziekmakend is als diegene die we hiervoor hadden, de Delta. Maar je kan er nog steeds ernstig ziek van worden en dat zien we helaas ook nog wel. Van Veen roept daarom op om als je in de doelgroep valt nog gauw een prik te komen halen. Ja, we zitten inmiddels in de laatste week. Tot en met 6 december hebben mensen nog kans om een prik te halen. Dus wie nog wil, moet echt snel zijn. Hè. Ik zou zeggen, ga naar planjeprik.nl of bel ons 0800 70 70. Maak nog die afspraak. Eind van de week is het wel echt klaar. Het is wel zo, de Gezondheidsraad heeft geadviseerd om wel ieder jaar zo'n ronde te doen. Dus dat betekent dat we verwachten ook het najaar 25 weer gewoon een vaccinatieronde corona aan te bieden aan de risicogroepen. Dus de mensen die meer kans hebben om ziek te worden. Sinds april is er een enorme toename van mensen die slachtoffer worden van criminelen die zich voordoen als nepagenten. Deze nepagenten vertellen aan mensen dat ze spullen veilig komen stellen omdat er ingebroken gaat worden bij hen thuis. Ook in regio Nijmegen zijn steeds meer mensen slachtoffer van deze praktijken. Slachtoffers worden eerst gebeld door de criminelen die zich voordoen als politie. De nepagenten weten vaak de wijkagent te noemen. De criminelen vertellen dat ze een aanhouding hebben gedaan en daarbij een lijst hebben gevonden met adressen waar ingebroken gaat worden. Volgens de nepagenten is het niet mogelijk het huis te bewaken en daarom stellen ze voor om waardevolle spullen veilig te stellen. Nou, wat we zien is dat de criminelen heel veel druk leggen bij de mensen. Hè? We hebben aanhoudingen gedaan, maar we hebben nog niet alle verdachten aangehouden. Het kan maar zo zijn dat er vannacht bij je wordt ingebroken. Dus je wordt echt heel erg onder druk gezet. Ja, en ze weten een hele hoop van je. Dat weten we ook vanuit privacygevoelige gegevens die bij hacks zijn buitgemaakt. Dus er wordt heel veel druk gelegd, ze weten heel veel van je. Ja, en dan ga je echt geloven dat je de politie aan de lijn hebt. De slachtoffers zijn eigenlijk altijd 70+. Een leeftijdsgroep die ook echt gevoelig is voor gezag. Het aantal slachtoffers van deze nepagenten is dit jaar enorm toegenomen.
Nou, we hebben in heel Nederland echt zonder uitzondering overal van dit soort zaken. En we zaten al een aantal maanden geleden op meer dan 4000 incidenten en aangiftes die we hadden. En ook in Oost-Nederland en in Nijmegen is het zonder uitzondering dat daar zaken zijn, aangiftes, mensen die gebeld worden. Dus ja, ook Nijmegen is echt aan de beurt. De nepagenten slaan dus overal toe. Daarom is het belangrijk om een nepagent te kunnen herkennen. Nou, als we helemaal in het uniform zijn, dan kun je altijd nog om een legitimatie vragen. De daders van deze babbeltrucs die zijn nooit helemaal in uniform, alleen maar een deel van een uniform. En je kunt naar de legitimatie vragen als ze in burger zijn. Als je naar de legitimatie vraagt en de mensen die aan de deur staan geven die niet, of ze zijn nepagenten, nou, dan zul je zien dat ze echt weggaan. En het allerbelangrijkste is, bel 112 als je deze situatie herkent. Nou, uiteindelijk is het natuurlijk zo dat wij als politie nooit spulletjes thuis bij de mensen komen ophalen om ze veilig te stellen. Dus laat dat voorop staan als je gebeld wordt en dit is het verhaal, hang op en trap er niet in. Dat is echt de belangrijkste boodschap. Ben je door die druk nou wel ingetrapt en heb je een afspraak gemaakt om die spullen, dat ze bij je thuis opgehaald worden, ja, dan weet je dat dat niet zo is. Bel dan in ieder geval 112, zodat wij de boeven kunnen aanhouden. Wij als politie nemen nooit spulletjes bij mensen thuis mee. Dinsdagochtend is in Nijmegen een overleden persoon aangetroffen. Volgens de politie lag het stoffelijk overschot aan de voerweg bij het Valkhofpark. Het werd even na 8 uur ontdekt. De politie startte daarop direct een onderzoek. En later op de dag meldde zij dat een misdrijf werd uitgesloten. Er wordt verder geen informatie gedeeld wegens privacyredenen. De plannen voor de bouw van een moskee in de Nijmeegse wijk Winkelsteeg bij station Goffert kunnen doorgaan. Het besluit kwam nadat de Raad van State op 30 oktober oordeelde over het bestemmingsplan. Naast de moskee komen er mogelijkheden voor commerciële voorzieningen, zoals een bakkerij, kapper en eenvoudige horeca. Educatieve en ontmoetingsruimtes in de moskee mogen maximaal 12 keer per jaar worden gebruikt voor activiteiten die niet direct aan de moskee zijn verbonden. De gemeenteraad moet nog instemmen met het besluit. De plannen voor 100 parkeerplaatsen bij de moskee gaan niet door. De koude en donkere dagen staan weer voor de deur. En dat is natuurlijk bij uitstek de tijd om eens extra om te kijken naar je medemens. Bij Nijmeegse Bakkerij helpen ze hun klanten daar een handje bij. Namelijk met de verkoop van uitgestelde koffie. Wij doen aan uitgestelde koffies. En dat betekent dat mensen die mogen dan een extra kopje koffie of een stukje taart afrekenen. Die schrijven wij op een post-it en die hangen wij op het raam. En als er dan iemand langskomt die weinig of geen financiële middelen heeft, dan kunnen ze die post-it pakken en dan krijgen ze dat kopje koffie of dat stukje taart. Een klein gebaar met een grote impact. Ergens lekker een kopje koffie drinken is namelijk niet voor iedereen vanzelfsprekend. We vinden het heel belangrijk dat iedereen gewoon recht heeft op een beetje luxe, op echt een goede kop koffie, op een lekkere cappuccino en een goed stuk taart. Maar ook omdat heel veel mensen eigenlijk wel iets goeds willen doen voor een ander, maar niet goed weten wat. En op deze manier is het iets kleins wat heel simpel is eigenlijk. Je trakteert iemand anders op iets lekkers en op die manier kun je toch iets voor een ander betekenen. Een kopje koffie is natuurlijk lekker, maar de actie draagt ook op een andere manier bij aan een warm gevoel. Iedereen is eigenlijk heel erg enthousiast. Veel mensen zeggen van ja, dit hadden we veel eerder moeten weten of dit zou veel vaker moeten gebeuren. En mensen die uitgestelde koffie gebruiken, die vinden het vaak heel erg fijn om iets lekkers te krijgen. Maar we horen ook heel vaak dat ze het fijn vinden om gewoon eventjes ergens te zitten, om eventjes gewoon een uitje te hebben. Of om gewoon van een dakloos worden een tijdje geleden, die vond het heel erg fijn om ook eens een keertje een gesprek te hebben met andere mensen dan andere daklozen om zich heen. Dus het heeft heel veel verschillende functies. Eigen boerderij met vers groente, fruit en vlees. Dit allemaal terwijl een boer het voor je teelt. Dat is het concept van herenboeren, waar iedereen zijn eigen verse producten kan produceren. Met nu al meerdere herenboerderijen over heel Nederland is er ook een herenboerderij geopend in Nijmegen op landgoed Grootstal. Met deze nieuwe vestiging is het de tweede herenboerderij in de omgeving van Nijmegen. Herenboeren Nijmegen heeft een tweede locatie geopend op landgoed Grootstal. Vanaf nu kunnen families dus ook terecht in Malden voor vers groente, fruit en vlees. Met de eerste locatie in Park Lingenzege hebben ze met de tweede locatie meer hectare en meer voordelen. Sinds een tijdje hebben we een tweede locatie gevonden, hier op dit landgoed. Het is een prachtig gelegen plek.
En voor ons gevoel kan dat een paar beperkingen wegnemen die we eerder in Lingenzegen hadden. Want daar hadden we 5 hectare oppervlak. En dat was net niet genoeg om een herenboerderij goed te kunnen voeren. We krijgen nu 5 hectare bij, plus dat dit zandgrond is. En daardoor kunnen we veel gevarieerdere teelt gaan voeren en meer mensen te eten geven. Voor beide partijen zijn er voordelen aan deze samenwerking. Zo is de eigenaresse van Landgoed Grootstal ook erg tevreden. We zijn niet klaar voor de klimaatverandering, onze bodems. En daarom hebben wij een concept bedacht dat we hier op onze akkers graag herstellende landbouw zien. En dat past natuurlijk fantastisch bij Herenboeren. Herenboeren is een natuurgedreven, sociaal verbonden en economisch gedragen bedrijf die de inwoners de kans geven hun eigen groentes en fruit te laten telen. Nou, Herenboeren Nederland is een beweging die in het land coöperaties probeert op te zetten. En de coöperatie betekent dat leden van die coöperatie ook eigenaar worden van de boerderij. Ze betalen daarvoor ook geld en ze betalen daarvoor contributie. Maar ze krijgen daar ook zeggenschap, ze helpen mee op de boerderij. En met z'n allen proberen we een gemeenschap neer te zetten die heel verantwoord bezig is met het maken van eten. De gemeente staat achter het concept van Herenboeren en vinden dat er een goede verbinding moet komen tussen de producenten en de consumenten. Ja, dat is natuurlijk heel interessant dat nu een gebiedsvisie is vastgesteld door de Raad. Die helemaal die stadslandbouw die duurzaam is en die dus verweven is met de natuur gefaciliteerd wordt en een steuntje in de rug krijgt om zich te ontwikkelen dicht bij de stad, dicht bij de consument, zodat die dingen meer verbinding krijgen. Het is voedsel dichtbij en niet alleen dichtbij, maar ook duurzaam. En eigenlijk draag je 3 keer per dag met de vork bij aan een mooi landschap van morgen. Waarom 3 keer per dag? Omdat je 3 keer eet. Vandaag. Met je vork. Ja. Morgen staat er een rustige winterdag op de planning. In de vroege ochtend kunnen we te maken krijgen met mistbanken die het zicht plaatselijk wat kunnen beperken. Na zonsopgang lossen deze langzaam op en krijgen we een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. Het blijft overwegend droog met hooguit een spatje regen in het oosten van onze regio. De temperatuur schommelt tussen de 5 en 7 graden met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Perfect weer om een frisse neus te halen of gezellig iets buiten de deur te ondernemen. In de avond neemt de bewolking toe, maar regen wordt pas later in de nacht verwacht. De rest van de week wordt iets minder mooi. Woensdag trekt een storing over onze regio. Wat betekent dat een paraplu geen overbodige luxe is. Er valt af en toe regen en de wind wakkert aan tot krachtig, vooral in open gebieden. Donderdag en vrijdag wisselen buien en droge momenten elkaar af. Maar er is ook ruimte voor een streepje zon. De temperaturen blijven zacht voor de tijd van het jaar, met maxima rond de 8 à 10 graden. Dit was het RN7 Regio Nieuws van dinsdag 3 december. Kijk voor het actuele nieuws op onze website rn7.nl of in de gratis RN7 app. De uitzending terugkijken kan altijd via ons YouTube kanaal RN7 Online. Daar zijn ook al onze andere programma's terug te vinden. Wij zijn er morgen weer, dus graag tot dan!